Dag, beste kijkers van de Best Books Ever. We zijn terug en we zijn intussen aangekomen aan nummer 56. En onmiddellijk een straffe auteur, alweer ook een Amerikaanse auteur. Hij wordt vaak gerekend tot de grote vier Amerikaanse romanciers van de 20e eeuw: Thomas Pynchon, Philip Roth, Cormac McCarthy. Maar geen van deze drie, ah, toch wel, staat erin. Maar wel deze man, Don DeLillo, en wel met dit meesterwerk Underworld, Onderwereld. Ja, over Don DeLillo kan je heel veel zeggen. Hij heeft een waanzinnig oeuvre, romans, maar ook essayistiek. Hij wordt gezien als een van de centrale figuren van het literaire postmodernisme. En ik zou toch graag ook nog een quote van hem in de groep gooien: Writers must oppose systems. It's important to write against power, corporations, the state. And the whole system of consumption and of debilitating entertainment. Waarschijnlijk zou hij dit programma ook debilitating entertainment vinden, de manier waarop wij omgaan met sterke literatuur. Maar kom, we gaan het nog platter maken. Ik ga gewoon uit de eerste pagina een stukje lezen, meer zelfs, slechts enkele zinnen. Hij praat zoals jij, Amerikaans, en er ligt een glans in zijn ogen die half en half hoopvol is. Het is een schooldag, jawel, maar hij laat de school nu de school. Hier moet hij wezen in de schaduw van dit roestige bakbeest wil hij staan. En dat kun je hem ook moeilijk kwalijk nemen. Deze metropool van staal en beton en afbladderende verf en kortgemaaid gras en schuin op de scoreborden aangebrachte enorme pakjes Chesterfield waaruit een paar sigaretten steken. Heftige, intense literatuur, absoluut een aanrader, Onderwereld van Don DeLillo. Dan gaan we naar nummer 55. Nog iets intens. Er staat de Goddelijke Comedie van Dante. Eerste boek van voor mij, deze aflevering, Italiaans tweeluik. Ik ga er niet te veel over zeggen, ik ga gewoon een zin lezen. En zoals iemand die op een gegeven ogenblik niet meer wil wat hij eerst wilde en zijn aanvankelijke voornemen door nieuwe gedachten laat varen, zodat hij tenslotte volledig afstapt van wat hij eigenlijk van plan was, tot zo iemand maakte ik mezelf daar op die donkere helling. Voilà, de Goddelijke Comedie. Nummer 54 is Robert Musil, De man zonder eigenschappen. Zijn levenswerk heeft daar 20 jaar aan gewerkt. Het is postuum uitgegeven. En ja, wordt algemeen beschouwd als een van de grootste modernistische romans van de 20e eeuw. De man zonder eigenschappen. Ja, het speelt zich af in 1913. Even kijken, tijdens de nadagen van de Oostenrijkse-Hongaarse monarchie. En wat ik interessant daarvan vond, is die eigenschappen. Het gaat eigenlijk over hoe het maatschappelijke handelen het ik uitholt en wegvaagt. En het leidt tot allerlei eigenschappen die de mens wegdrijven van wie hij werkelijk is. Dus je doet het beste, eigenlijk moet je het beste vooral niet te veel maatschappelijk handelen, daar niet mee bezig zijn en leven als iemand zonder eigenschappen. Dat vond ik wel mooi. Even kijken, een klein fragmentje misschien, waar ik mij mee verbonden voelde, omdat dat ging over een fotograaf. En dikwijls vroeg Ulrich zich daarbij af of er een verband bestond tussen die tijd waarin een fotograaf zichzelf voor geniaal kon houden, omdat hij dronk, een open kraag droeg en de zielenadel die hij zelf bezat met behulp van de modernste technieken ook aantoonde bij alle tijdgenoten die voor zijn objectief poseerden, en een bepaalde andere tijd waarin men alleen nog renpaarden wegens hun alles overtreffende vermogen om hun benen te buigen en weer te strekken oprecht als geniaal beschouwt. Oké.53 staat Patricia de Martelaar met een verlangen naar ontroostbaarheid. Dat is een essaybundel van de filosofe. Zij is filosofe, schrijfster, dichteres ook. Ze heeft ook een dichtbundel uitgebracht. Patricia de Martelaar is overleden in 2009, maar blijft bovenaan in de harten liggen van de mensen, blijkbaar, want ik zag ook net dat ze is voorgedragen als een van de namen voor de campagne Meer Vrouwen op Straat. Dus er is geopperd dat zij een straatnaam zou moeten krijgen. Patricia de Martelaar schrijft in deze essaybundel onder andere heel sterk over de melancholie.
En het fragment dat ik ga voorlezen, vind ik wel interessant, gaat over de almacht en de onmacht van de schrijver. Schrijven, zegt Blanchot, is een zuivere nuloperatie. Meer nog dan beminnen of vertwijfeld zijn, is het een bezigheid zonder doel en zonder resultaat. Het begint met niets, maakt er alles van en eindigt dan opnieuw met niets. Dit tussenliggende alles, opgehangen in het niets, daarin ligt de waardeloze almacht van de schrijver. Hij is tot alles in staat, de schrijver. Hij kan de werkelijkheid naar believen schrappen en herschrijven, maar hij is alleen maar tot alles in staat. Niet tot iets wel bepaald. Zijn almacht is leeg en negatief. Ze bestaat alleen in het grenzeloze vermogen om te negeren. Zijn activiteit is onhistorisch. Dan zijn we beland aan 52 en dat is wel een klein contrastje. Heel wat jonge lezers hebben onze poll ook ingevuld. En een van de topboeken in de kinderliteratuur is natuurlijk de reeks Het leven van een loser. Met het favoriete boek van mijn eigen zoon, Flut Vakantie, uit die reeks. Ja, het is waanzinnig. Hij wordt vaak, Jeff Kinney, de schrijver, wordt heel vaak genoemd de grootste leesbevorderaar ter wereld. Er zijn miljoenen van deze boeken over de toonbank gegaan. En misschien ook niet helemaal onterecht. Heel guitig. Prachtige wisselwerking tussen woord en beeld. Ja, en gewoon echt een aanhouder voor, ja, om kinderen leesplezier bij te brengen. Maar we gaan nu ook niet overdrijven en we gaan daar nu ook niet uit lezen, want de volgende komt eraan, dat is op 51. Op 51 hebben we opnieuw een Nobelprijswinnaar. De lijst bulkt van de Nobelprijswinnaars. De Scoutzee met Waiting for the Barbarians, een allegorie over een magistraat in een grensstadje die daar de wacht moet houden en zo'n beetje de strijd negeert tussen de staat die hij dient en de barbaren. Maar dan komt hij in een gewetenskwestie terecht. It's only when we emerge onto the square and see the tents and hear the hubbub that we understand. The army is here. The promised campaign against the barbarians is on the way. Coetzee, belangrijk om te weten over hem is ook dat hij Zuid-Afrikaans auteur is en heel vaak schrijft over de rassenscheiding. Nummer 50 is Gunter Grass met Die Blikken Trommel of De Blikken Trommel uit 59, 1959 op nummer 50. En het verhaal gaat over de gebokkelde dwerg Oscar, die vanaf zijn 3 jaar niet meer groeit of niet meer wil groeien. En omwille van de gruwel die hij rond zich ziet in Nazi-Duitsland. En al trommelend het leven doorgaat. En daar dus absoluut geen deel mee wil uitmaken van de wereld van de volwassenen. Heel wat levens worden verteld van Poolse en Duitse burgers van Danzig. En omdat hij ook niet medeplichtig wil worden aan wat er rond zich gebeurt, en doet hij alsof hij psychisch niet in orde is en hij wordt opgenomen in een inrichting. Even kijken, een klein stukje. Gedurende lange tijd, en om precies te zijn tot november 38, heb ik met meer of minder resultaat met mijn trommel onder tribunes gezeten en betogingen in de war geschopt. Redenaars tot stotteren gebracht en marsmuziek en ook koorzang tot walsen en foxtrots verbogen. Op het ogenblik, als patiënten en zenuwinrichting, nu alles al historie is geworden, oude rommel en zo dood als een pier, maar nog steeds hete debatstof vormt, is het mij gelukt mijn getrommel onder de tribunes in het juiste perspectief te zien. Het komt totaal niet ter sprake om mij naar aanleiding van die 6 of 7 in de war geschopte betogingen en de 3 of 4 uit de pas getrommelde opmarsen of parades als verzetstrijder te beschouwen. Dat woord is erg in de mode gekomen. Men spreekt over de geest van het verzet en van verzetskringen. Voilà, we zitten perfect in het midden van onze lijst. Nummer 50 is gepasseerd. En u vraagt zich waarschijnlijk af, wat doet die onverlaat daar in onze mozaïek zitten? Die hebben we nog al enkele dagen niet gezien. Wel, dat is Karel de Sadeleer.
auteur van een debuutroman dit jaar, 2020. Veel besproken, veel bejubelde debuutroman, Messentrekkers. En ook Karel heeft zijn top 5 ingediend. Wat was jouw top 5, Karel? Ik heb er 2 ingediend. Ah. En, ja, en ik weet niet meer. Ik vermoed dat de ene had Underworld op nummer 1. En ik vermoed dat de andere had de Kapellekesbaan en Zomer te Termuren op 1. Moet ik daar iets over zeggen? Ja, mag nog wel iets zeggen? Die Underworld die net gepasseerd is, waarom heb je daar niet over gezegd? Waarom staat die op 1 bij jou? Dat is eigenlijk heel willekeurig. Ik heb er wel over nagedacht achteraf, van alle boeken die erin staan, wat het essentiële criterium is. En ik dacht dat, in de woorden van vermaard uitgever Chris Latoire, er moet iets op het spel staan. En de vraag is, wat staat er op het spel? Ik vermoed, het beste antwoord dat ik kan geven is dat de essentie van literatuur is de taal die gebruikt wordt. De essentie is niet het verhaal, is niet de historische context. En zelfs, in die zin vind ik het grappig dat de Lillo iets zegt over literatuur als manier om te vechten tegen politiek of sociale kwesties. Dat de essentie van literatuur is taal. En dat een schrijver, een goede schrijver, dat die op de meest speelse, avontuurlijke manier omgaat met de basis, met de materie van zijn discipline. En dat is de taal. En ik denk dat ik daarom Boon op 1 had gezet. Maar bijvoorbeeld McCarthy, die zal er ook wel tussen gestaan hebben. Omdat die extreem ver gaan. Ik had even hoe Gravity's Rainbow erbij kunnen zetten. Of zelfs Finnegan's Wake. Ook al zijn er veel mensen die zeggen, ik snap er niks van. Of dat is compleet overroepen. Maar dat is wel literatuur die heel ver gaat in het spelen met het basismateriaal van een schrijver. En dat is de taal die hij heeft. Oké, nu, het toeval wil dat jij dat denk ik ook heel erg doet met je eigen romans. Dat is een soort taalplezier van afspat. Ja? En in feite heb ik naar hier gelokt met de vraag iets te lezen uit een van de boeken uit jouw lijst, namelijk Saul Bellow. Ja. Maar in feite moet ik u iets anders zeggen. Ja. Jouw eigen debuutroman staat miraculeuzerwijze in de Best Books Ever lijst en wel op nummer 49. Dus je hebt met jouw debuutroman blijkbaar toch heel wat mensen weten te beroeren. Je staat zelf, als ik mij niet vergis, een paar keer op de eerste plaats. Dus proficiat, Karel. Dank je wel. Ik moet wel bekennen dat ik ook op u gestemd heb. En niet enkel uit sympathie, maar omdat ik het een echt weergaloze roman vind. Dus, helemaal terecht, Arne. Voilà. Maar in plaats van Saul Bellow te lezen, is onze vraag, lees enkele zinnen uit Messentrekkers. Dan moet ik heel snel een exemplaar gaan pakken. Ja, maar uw vriendin die ik op voorhand gecontacteerd heeft, heeft mij gezegd dat er een exemplaar klaar ligt bij jou. Ja, er is... Wacht, 2 seconden. Heb je een verzoek, Arne? Misschien de vechtscène in de discotheek. Even daar enkele knallende zinnen uit. Ja. Maar het gevecht begint met een ontmoeting tussen het hoofdpersonage en een jonge vrouw in een kraakpand. Een historisch kraakpand, de Rhino in Genève. En vrouw en hoofdpersonage raken aan de praat. En ze lokt hem naar de hoek van het kraakpand, waar er weinig licht is. En ze vraagt hem in het Frans, veuillez me raser une petite brésilienne en dessous, lipte ze, et si ça me plaît, je vous donnerai une pipe, Ali. Op slag waren de dreunende bassen weg, de dansende parelen, de zweetlijven waren verdwenen, de flakkerende supernova had zich teruggetrokken, en Bayler was er ook niet meer. Met de stilte kwam echter ook de hoofdpijn opzetten als een autoalarm in de verte eerst, eerder vervelend dan pijnlijk,
irritant hoogstens, maar toch aanwezig. Zoals acne op de ballen. Geluidsuitslag die met een pilletje te bestrijden is. En pilletjes waren er wel, maar niet die waarmee mijn hoofdpijn de genade toezegt. En ik wilde niet meer nog verdoofd worden, niet meer nog dronken. Bonk, 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 zei mijn hoofd ondertussen luider. En dan gaat het verder, want ik denk dat dit inderdaad een van die zinnen is die anderhalve pagina lang is. En soms is dat een punt van kritiek en soms is dat blijkbaar een punt van lof. Er was iemand die mij onlangs zei, het enige punt van kritiek dat hij had was, hij werd zeker betooid per woord. En ik vermoed dat hij bedoelt dat de zinnen te lang waren. Goed, Karel. Heel erg bedankt voor uw interventie. Alsjeblieft. We gaan gewoon verder met de lijst. Na u komt Maggie Nelson, 48. Ah, dat is jammer. Zij mocht komen. Dank u wel, Jarne. Dag. Dus op nummer 48, Maggie Nelson met The Argonauts, of The Argonauten. Een titel die ze ontleend heeft aan Roland Barthes. Het is een werk, het heet autotheorie, het genre waarnaar werk valt. Kan het eigenlijk een beetje beschrijven als een soort dagboek. Is dat middenhoud tussen een dagboek en een scriptie of zo. Ze beschrijft haar eigen leven en haar relatie met Harry, die in transitie is. En het gezinsleven dat ze samen opbouwen. Zij is ook zwanger aan het worden. Dus het is heel emotioneel. Het gaat heel erg over hun gezinsleven, maar ze doorspekt het met allerlei theoretici. En ze schrijft ook, het is niet zuiver narratief, ze schrijft de ene paragraaf na de andere. De ene paragraaf geeft aanleiding tot een theoretisch intermezzo van de ene filosoof of de andere wetenschapper. Het volgende boekje op nummer 47, als ik me niet vergis, is van dus het tweede Italiaanse boek, het mijn Italiaans tweeluik. Van Bruno Menari, een productontwerper, grafisch ontwerper, kunstenaar. En hij heeft hier supplemento addizionario italiano. Dus bijvoegsels of toevoegsels, een supplement voor het Italiaanse woordenboek. En waar hij de gebaren uitlegt. Dus op deze pagina zien we che vuoi. En dan wordt uitgelegd in vier talen. Hoe dat het gebaar moet, dus, en in hoeverre je dat moet bewegen enzovoort, naar de emotie die je zelf wilt uitdrukken. En zo heel veel verschillende gebaren en de uitleg daarbij. Bruno Menari, topper. En dan belanden we bij alweer een Nobelprijswinnaar, Orhan Pamuk. Turks Nobelprijswinnaar met het Museum van de Onschuld, waarin hij vele pagina's lang de obsessieve liefde beschrijft van een Kemal voor een ver en veel jonger familielid, Füsun. Het boek gaat enerzijds dus over die obsessieve liefde die je heel intens meebeleeft en anderzijds schetst het ook echt een beeld van Istanbul in de jaren 70. Het gelukkigste moment van mijn leven. Het bleek het gelukkigste moment van mijn leven te zijn, maar ik besefte het niet. Als ik het wel had beseft, had ik dat geluk dan in stand kunnen houden. Had alles dan een totaal andere wending genomen. Zeker, als ik me had gerealiseerd dat dit het allergelukkigste moment van mijn leven was geweest, had ik het nooit zomaar laten wegglippen. Dit wonderbaarlijke, gouden moment waarin ik volledig vervuld was van een diepe sereniteit, duurde misschien niet langer dan een paar seconden, maar het geluk leek zich voor mij over uren, ja jaar uit te strekken. En dan komt er een stukje vrij scène, maar ik zou zeggen, schaf het u aan en lees het zelf maar. Oké, Micha had zijn Italiaans tweeluik, ik heb mijn blitz drieluik. Dat wil zeggen, verschroeiend hard door drie boeken gaan, na elkaar. Niet Ellie Smit, die hadden we al, niet Zadie Smit, die hadden we ook al, maar wel Dodie Smit. U denkt, net zoals ik, Dodie Smit. Wie is Dodie Smit? Wel, je kent ze allemaal. Zij is de auteur van 101 Dalmatiërs.
Maar ze staat vreemd genoeg in onze lijst met Cassandra, I Capture the Castle. Ik weet toevallig dat mijn vrouw hierop gestemd heeft en blijkbaar was ze niet alleen. Ian McEwan, The Children Act, de kinderwet. Weer een Brit dus, een van de grootste Britse auteurs van de 20e en 21e eeuw. 43, inderdaad. Chimamanda Ngozi Adichie met Americana, Nigeriaanse auteur. Ik ben heel blij dat we ook eens Afrikaanse literatuur hebben. Hoewel ze natuurlijk Nigeriaans-Amerikaans is, maar toch. Americana over het wedervaren van jonge Nigeriaanse vrouw die naar de States trekt. En ik lees gewoon de prachtige beginzin. En dan houden we mee op. Chapter 1. Princeton. In the summer, smelled of nothing. And although Ifemelu liked the tranquil greenness of the many trees, the clean streets and stately homes, the delicately overpriced shops and the quiet abiding air of earned grace, it was this, the lack of a smell, that most appealed to her. Perhaps because the other American cities she knew well had all smelled distinctly. Voilà, over de geur van Amerikaanse steden. Daarmee houden we op voor vandaag. En morgen zijn we het weer terug met jullie en naderen we toch de ontknoping. Goed, dag allemaal en tot morgen.